Ondanks eerdere toezeggingen is de broodvoorziening opnieuw gestagneerd. Volgens planning zou de mail- en graanbezending gisteren volledig zijn opgelost, maar dat moment is nu verschoven naar vandaag en moet de distributie van Fernandesbrood naar verwachting morgen weer op gang komen, zegt Ruvin Bajcnat, directeur van Fernandesbakkerij, aan onze nieuwsdienst. Gisteren zou de graanboot binnenkomen. Het was allemaal natuurlijk netjes gepland en er is toen een vertraging opgetreden. Zowel de boot uit Trinidad als de boot met graan zijn het weekend niet binnengekomen. En wij hebben als Fernandes organisatie hebben wij kort voor het weekend toch nog zelf ervoor gezorgd dat wij mail uit Guyana naar binnen proberen te krijgen. We hebben mail ingekocht in Guyana. Onze pech is dat ook vertraagd, waardoor wij eigenlijk weer gisteren moesten bekendmaken dat wij geen productie zouden hebben. Bajcnat zegt het ongemak van de consument die nu geen brood van het bedrijf kan kopen te begrijpen. De productie was vrijdag al volledig opgestart nadat er donderdag een lading was binnengekomen. De boot uit Trinidad, als alles goed zit, de laatste informatie die ik heb kort geleden binnengekregen, moet het vanavond gebeuren, dus in de vooravond. De graanboot zou ook vandaag binnen moeten komen, maar daar heb ik niet exacte informatie over. Dat zou de molen beter kunnen antwoorden. En daarnaast die lading mail, de partijmail die wij zelf hebben ingekocht in Guyana. Als alles goed zit, moet dat vandaag in de nacht ook binnenkomen. Dus dan hebben we vandaag eigenlijk mogelijk Trinidad binnen en de lading uit Guyana. Dan zijn we natuurlijk zoet voor een paar dagen. Echter, de normalisatie gaat pas goed op gang komen wanneer de boot met graan is gearriveerd. Bij de graanboot gaat het om hele grote hoeveelheden van de grondstof, legt Bajcnat uit. Dat de broodproductie twee keer is stilgelegd, komt door externe omstandigheden. Vanuit de bakkerij is er alles gedaan om in te spelen op de vertragingen van de meelimporten. De bakkerijdirecteur merkt ook op dat de broodprijzen vooralsnog niet zijn verhoogd.